U hebt de stempel, goed zo. Ja. Ik weet nog dat hier voor het eerste jaar een euro intree werd gegeven. Sommigen wilden het totaal niet betalen. Moeten we betalen, zeiden ze dan, als we naar een jaarmarkt komen. Vorige keer zagen we dat Teus naast muziek ook radio maakt. Een hele goede morgen, bewoners van de Lemmerschans. Teus achter de knoppen en Corrie voor de microfoon. Vandaag wordt het resultaat beluisterd in het verzorgingshuis. Het is het weekend van Pinksteren. Traditiegetrouw organiseert AFC op zaterdag de Else Dag. Die Else Dag, dat is een dag die al 40 jaar door Anders Vaderkorps georganiseerd wordt. Activiteiten in de zin van nou, voor, wat er voor kinderen is, of demonstraties van andere verenigingen, optredens. Een drukke dag. Daarom beginnen ze al op vrijdag met de voorbereidingen. Is de punt vast, dus kun je niet bij dadelijk. Die punt van het doek. Wat is er voor iets heen? Ja? Hoppa. Dit is een lange paal dit. De lange komen zo en de korte komen zo. Dit zijn de korte. Oh ja, kijk, deze. Zo. Vlak voor en op de dag zelf is iedereen druk in de weer. Maar voor een aantal leden zit er al maanden voorbereiding in. Eigenlijk praten we iedere maand een uurtje over de Else Dag. Dat doen we ook echt maar een uur, heel strikt. We maken nu de plannen en we spreken de dingen af. Maar straks is het wel, dan is iedereen nodig van de fanfare om echt aan het werk te gaan. Ja. Met militaire precisie wordt alles op zijn plek gezet. Even kijken, ongeveer even kijken. Hier ongeveer. Nou, niet verkeerd. Wat is hier? Een dammetje is hem ook. Nou, een filtje onder, die twee wieltjes. Ja, je moet goed verdelen. De rode wijn. Ik zei even naar Jan te kijken hoe het werk is. Dankjewel. Wij moeten die kant op, hè? Ja. Vorige week heeft Teus in de studio een muziekprogramma met verzoeknummers opgenomen. Vandaag, tijdens het koffiedrinken, wordt het resultaat beluisterd. We zullen maar beginnen, zeker. De sombere dagen zijn voorbij. De zon verdrijft de kou. Het brengt warmte terug in mij. En het volgende lied is dan voor de Heer van de Heide, door de bossen. En de heide. Door de bossen, door de heide, door het zomerdronken land, over heuvels en... Iedere week is Teus hier te vinden als vrijwilliger. De ene week dan doen we de horizon het bandje afdraaien, zo vandaag. En volgende week ga ik hier in die ruimte koffie schenken. Dan komen de mensen hier naartoe, dan ga ik koffie schenken. Vandaag is het wel een speciale dag. Teus is jarig. Mensen, we zijn weer aan het einde gekomen. Maar ik wil stiekem even u wat verklappen dat Teus vandaag jarig is. Hartelijk gefeliciteerd, Teus. Bedankt voor het altijd aanwezig zijn. Zowel het opnemen van het afdraaien van de band als koffie schenken. Ja, wat denk je? Ik heb hier zoveel en een 70. Oh, kom maar eens kijken. Ja, inderdaad. 70 jaar, maar nog steeds vrijwilliger. Ja, dat
Dat doet iedere dinsdag. Dat vind ik zeker leuk. Dan hebben we horizon, worden plaatjes gedraaid. Nee, thuis is onze vriend. Zo, we zijn weer gearriveerd. Ja. He? Ja, daar 2 en 1 en dan hier met 5 beginnen. Ja. De springkussen net is op dezelfde plek, zeg maar, dat rondje met de kruske. Zaterdagmorgen, 6:30. Ik zeg, ja, dan was ze te ver daarop staan, dus nou moeten we maar vooraan houden. En als ze, dan moeten ze zelf maar even ontjuichen. Over een paar uur begint de Eilse dag. Arie is samen met Wim verantwoordelijk voor het plaatsen van alle kraampjes. We hebben 110 plaatsen, dat is ongeveer 100 kramen. Belangstellenden hebben zich ingeschreven voor een plaatsje op de markt. Dat is die lumpiaboer daar zo en eentje hier op het hoekje. Ja. Ja, hier komt de radio in te staan van de regio, van de gemeente Woerikum. Die komt nou. En hier komt er eerder met zijn eentje spelletje. Een logistieke operatie zo vroeg in de morgen. Maar Arie heeft alles onder controle. En dan weet ik dadelijk weer dat je kan rijden. Gewoon weer rechts, rechts, rechts. En aan het eind weer rechts. Ik ga daar ook bij de borden gaan weer rechts. Het is begonnen als een soort jaarmarkt. En daaromheen zijn allerlei andere dingen gebouwd. Maar de jaarmarkt, de opbrengst van de kramen, dat stond voor ons centraal uiteraard. Bij deze editie van de Eilse Dag wordt er groot materieel ingezet. Dit jaar komen de veteranen. Een veteranenclub die komen dan bij elkaar, dat er een soort officieel gedeelte is. En verder dat ze gewoon de hele dag daar zijn. We organiseren elk jaar een regionale veteranendag. En die wordt gesteund door de 3 gemeentes. Dus wij roleren per jaar tussen de 3 gemeentes. Er zijn veteranen uit Woudrichem, Werkendam en Aalburg. Nou, die veteranen komen dit jaar bij onze Eilse Dag. Dus die staat dan in het teken. Ook wel van de Veteranendag. Over een uur barst het los. Iedereen is druk met de laatste voorbereidingen. En een beetje netjes maken. Dit is de stand van Anders Varenkorps. Hier doen wij ballon prikken, kunnen kinderen altijd prijs. Bos en rozen gaan we hier verkopen. Dat is eigenlijk om de kast te spekken. André is lid van de commissie die ieder jaar de Eilse Dag organiseert. Die uilen die kwamen toch hier op de grasstukje? Ja. Ja. Ik heb hem vast neergezet. Ja, fiets even langs, want hij stond eigenlijk op jou te wachten. Het is ook ooit begonnen, gewoon leden uit de muziek die schouders eronder zetten om die dag elk jaar te gaan regelen. Ja. Ja, dat zit er gewoon in, denk ik. Ja, daar word je mee opgegroeid. Peter, ook lid van de commissie, is de marktmeester. Dan gaat hij het geld ophalen van de markten en kijken of er iedereen er is. En eventueel een kraam die niet is, opvullen. Want we hebben ook altijd mensen die komen gewoon lukraak aanrijden. En die wachten dan aan de poort, zeg maar. Als er nog plaats over is, dan gaan ze dat opvullen. Dus dan hebben we ook altijd een goed gevulde markt. Afrekenen een paar kramen. Er zijn natuurlijk een paar die het laatste moment inschrijven. Die gaan we dan even langs. Er moet wel geld in het laadje komen. Voor AFC is deze dag de belangrijkste inkomstenbron van het jaar. Naast de kraampjes zijn er tal van andere activiteiten. En die moeten wel betaald worden. Daarom vragen ze sinds een paar jaar 1 euro entree. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Het is altijd gezellig werk dit. In het begin niet zo, toen we dit voor het eerst gingen doen. Kijk, die mevrouw die gooit gewoon een gulden op tafel, een euro op tafel en dan krijgt ze van mij een stempel. Oh. Ja, hoppakee. U hebt de stempel, goed zo. Ik weet nog dat hier voor het eerste jaar een euro intree werd gegeven. Sommigen wilden het totaal niet betalen. Moeten we betalen, zeiden ze dan, als we naar een jarenmarkt komen. Ja, zal ik u een stempel geven? Ik kan er altijd op en af, hè? Alsjeblieft. Prima. Well, nothing is so good for my baby. En natuurlijk, de lokale omroepradio AFM is vandaag ook van de partij. We gaan dus later ook dit uur contact hebben met Jan van Straten, die hier lekker de markt aan het verkennen is. Ik heb geen idee, ze roepen mij als we live gaan. Ik heb namelijk geen retourverbinding op de zender.
Dus, maar ik neem aan dat ze zo meteen dat voor live gaan. Dat mag ik hopen dan toch. Anders lopen we hier voor niks, hè. Dat is ook zoiets. Toch? Maar ik moet nog wel even iemand vinden, jongens. Zometeen dus dat en meer hier vanuit ja, de mooie plaats Andel, die ik voor het laatst zou uitspreken, want we maken er gewoon L vandaag van. Ja, L zwart. Mogen wij dadelijk even een itempje draaien, Anton? Ja, maar wel hoor. Ja? Ja, ik moet even wachten totdat we in de uitzending zijn. Precies inhoud. Ja, je vroeg het me net, dat was buiten de uitzending om, maar klokwerpen. We hebben, ik heb het organisatie... We zijn nu aan het kletsen. Dat zijn disjoekies, hè. Ik hoop dat ze me zo in de uitzending halen. Maar nogmaals, ik kan geen verbinding krijgen met ze. Jan van Straten, goedemorgen. Goedemorgen, heren. Ik sta ernaast. Ik denk dat Jan al ergens die klok aan het bewonderen is. Ik denk dat Jan die storm aan het opklimmen. Die is gewoon tussen die trappen aan het opgaan. Gaat niet helemaal goed. Dan loop ik even heel snel terug. Sorry. Is goed, hè. Ik ben zo terug, hoor. Momentje. Maar dat moet wel een beetje bruin zijn, hè? Deze is al zo wel goed. De broodjes van Ad en Truus zijn al jaren een begrip tijdens de Else dag. Ad en Truus die doen al jaar en dag de barbecue. Ik denk 10 jaar al. En die zegt gewoon, Ad, jij doet de barbecue? Ja, prima. Ad doet de barbecue. Dans met mij de hele nacht. En Ad is in zijn nopjes, want de zaken lopen goed. Oh, dat vallen mij hoor. Ik denk van de 40, denk 45 nou. Die gaan er allemaal aan die erin zitten. Iets minder klandizie bij de tweedehandsmarkt. Dit is de afdeling rommel. En vooral de cd's doen het erg goed. Nee, die lopen niet zo hard. We hebben altijd vrij weinig structuur in de kraam. Dus het is, we pakken uit en we zetten het neer. En dan is dit het resultaat en mensen gaan er toch wel tussendoor snuffelen om zelf wat te zoeken. Ja. En wij pakken het uit de doos en vanavond allemaal weer in. Tweede poging voor verslaggever Jan. Jan, die staat hier ergens op de Elsemarkt. Jan, waar ben jij ergens? Nou, zowat naast de Romboutstoren. Ik sta hier naast een Afrikaanse oehoe, een Europese oehoe, een oostelijke schreeuwuil of een roodpoot bosuil. Nou, dit is een Laplanduil. Kijk, dat weten we dan toch ook weer. Ondertussen is ook de Veteranendag begonnen. Zometeen staat het officiële gedeelte op het programma. Onder de genodigde militairen van alle leeftijden. We hebben verschillende veteranen. Veteranen, eentje nog van de Tweede Wereldoorlog. We hebben een aantal van Nederlands-Indië. Nieuw-Guinea hebben we dan natuurlijk nog. Libanon, Bosnië, Afghanistan, Irak. In leeftijd variërend van in de 90 tot begin 20. De ceremonie wordt muzikaal ondersteund door Andels Fanfarekorps. Iedereen die uitgezonden wordt, dan krijg je de naam veteraan. Ja, ik ben er trots op. Ik bedoel, net als de mannen die de stranden oprenden in Normandië. Zo hebben wij ons ding gedaan in Afghanistan en andere jongens in Irak en nu in Mali. En dat is toch om een ander te helpen. Het is dan ook goed dat onze veteranen u dus niet meer in de schaduw van de geschiedenis staan. Onze waardering voor u is echt en oprecht groot. Volgende week in Met de Muziek mee. Nog meer herdenkingen. Dan was er gewoon verslagenheid. Niemand kon het bevatten. Ik ben ook wel vrij snel weer gewoon naar de repetitie gegaan. Ja, dat is gewoon een gat.